fala português? Não. Não. Obrigado. Obrigado. Não sei. Sinto-me sozinha. Tá bom. Para. Não quer mais. Para. Para, não quer mais. Acabou-se. Eu estou a tentar ser profissional, que esta não é a minha profissão, ser entrevista. Eu estou a tentar mostrar-me interessada. O senhor é um senhor muito querido e eu tenho quase como, não sei, um pai, um avô, mas isto é realmente muito difícil para mim. Isto é muito difícil. Eu estou aqui estática e eu devia estar em movimento, e não digo movimento corporal, eu digo movimento de interação e reação, e eu não consigo. Isto está-me a irritar muito. Mas continuem. Desculpem. Não, kijk, die hele machinerie bij elkaar is número uno een wettengemeenschap. Wij met Europa, wij in Europa, de 27 landen, de bijna 500 miljard burgers, wij vormen met elkaar een wettengemeenschap. En waarom? Wetten met name omdat een Europese wet altijd voorrang heeft op de binnenlandse wetgeving in de aangesloten lidstaten. Dus ook in Nederland, een Europese wet heeft altijd voorrang op een binnenlandse wet. Dat is de harde kern waardoor de zaak bij elkaar blijft. Hoe komt nou zo'n Europese wet tot stand? Nou, dan kijken we eerst naar de blokjes, zoals geregeld in de verdragen. En dan zien we dat daar de commissie het initiatiefrecht heeft. En die commissie doet dus voorstellen naar de Raad van Ministers, zeg maar de 27 hoofdsteden, die bij elkaar komen in prachtige gebouwen in Brussel, alsmede naar het, in steeds meer gevallen naar het Europese parlement. En die twee moeten er via interne meerderheidsbesluitvorming uitzien te komen. En dan kan een Europees wetsvoorstel in het zogenaamde publicatieblad komen en dan begint het bindend te worden. Maar dat is het formele, buitenkantse plaatje. Er is ook nog een meer inwendige werkelijkheid. Want die commissie die in de meeste gevallen de initiatiefwetgever van Europa is, voor 99%, die commissie is aan de voorkant buitengewoon open en toegankelijk voor opvattingen en verlangens die in de landen van de 27 lidstaten leven. En dat gaat dus aan de voorkant van de commissie naar binnen. Ik geef een voorbeeld. Hier aan deze voorkant van de commissie, daar functioneren zo ongeveer een 2000 verschillende expertencomité's. Dat zijn gespecialiseerde groepen van zogeheten experten, deskundigen, afkomstig uit bedrijfsleven, de NGO's, Milieubeweging, de ANWB, noem het allemaal maar op. Lagere overheden en ook centrale overheden, dus die hoofdsteden. En daarin, in die 2000 comité's, daar zitten zo'n bij elkaar genomen ruwweg 100.000 experten uit Europa op elk onderwerp. Of het nou gaat om borstkankerbeleid of tabaksbeleid of wegvervoer, veiligheid op de weg of noem het. En die commissie luistert dus naar vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. En als die burgers zelf goed zijn aangesloten en als die maatschappelijke organisaties op hun beurt goed luisteren naar de burgers thuis, dan sijpelt hier dus een tweede stroom van informatie bij de commissie naar binnen over wat burgers willen. En dat is niet in concurrentie met, maar in aanvulling op de stembus van 4 juni. Want via de stembus van 4 juni sturen de burgers in de lidstaten hun eigen vertegenwoordigers, de partijpolitieke vertegenwoordigers. En zo zie je dus inderdaad al twee grote lijnen van vertegenwoordiging opwaarts naar Brussel gaan. En Brussel, die wettengemeenschap, die maken we ook inderdaad dagelijks
bottom-up, van onderaf, met elkaar in Europa. Met elkaar, ja, voor zover we meedoen, hè. En wie niet meedoet, ja, die plaatst zichzelf buitenspel. Dus elke burger mag gerust thuis blijven en elke maatschappelijke organisatie mag best de andere kant op kijken, met de rug naar Europa staan, prima, zeggen de overigen in Europa die wel actief zijn. Wij gaan wel door. Dus burgers en organisaties, let op je zaak. Doe mee, speel mee, want met of zonder je, wetten worden er geproduceerd. Dat is niet te stuiten, dat is onvermijdelijk, dat is Europa altijd geweest in wezen, maar nu op een efficiëntere manier via de Europese Unie. Is dat mijn prenozen? Ja, die leg ik altijd in de auto neer om te verversen. Okay. Ja. Wil je nog even nieuw hebben? Het vindt van zo'n maar is nog daar dat. Je hebt heel weinig water nodig, dus even weer volgen. Kijk, toe was. Eu guardo até até mexer e tudo, porque eu acho que a linguagem do corpo é a que fala com mais sinceridade. Não necessitamos de português, ou de inglês, ou de holandês, não. O corpo fala por si. O gesto, a dinâmica, a música. O corpo tem a linguagem universal. Percebem? Mas eu faço o meu trabalho, tudo bem. Não há problema. Don't fall off.